Hey hoi, en leuk dat je kijkt naar de 9e en laatste aflevering van de Making of Untamed. Het is vandaag 1 juli en dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor de officiële opening van Untamed. Vandaag mogen de eerste gasten erin. En nu zag ik in de comments bij de vorige aflevering staan van wat doet Scott nou eigenlijk bij Walibi? Wat is zijn werk? Nou, ik werk op de afdeling van Bianca, de evenement- en productieafdeling. En samen met mijn collega's Joyce en Sebastiaan mogen wij de evenementen voor Walibi bedenken en vervolgens produceren. Waaronder de officiële openingsceremonie van Untamed. Dus vandaag kan ik jullie meenemen en laten zien hoe een werkdag er voor mij uitziet. Dit gebied dat gaat bijna open voor al onze VIP-gasten. En Bianca, mijn manager, die is nu de laatste checks aan het doen. En ik hoor er ook in mijn porto roepen dat bijna alles klaar is. Dus de VIP's die kunnen over een minuut naar binnen. De ritten die zitten er inmiddels op. Er zijn al een paar mensen in geweest. Waaronder onze directeur Marcia van Til, natuurlijk Fred Grubb, de eigenaar van RMC. We hebben net een speech gezien van Dominique Marcel, de directeur van Compagnie des Alpes. Ik ben heel benieuwd hoe zij vandaag ervaren hebben, dus ik ga het snel aan ze vragen. Zo, so, Mr. Grubb. Ja. Yeah. A special day today. It's a special day. Yeah. Can you tell us how did you experience today? Oh, the experience is the best. And the ride is, it's unbelievable. Where do you rank this one? This is at the top of the list. Yes. Yeah. If even Fred says it, it has to be. Cool. Yeah. Fred, thank you so much for this amazing coaster, your amazing company with your amazing crew. It's just really, without exaggerating, it really is amazing. And welcome. First of all, can you introduce yourself? I'm Dominique Marcel. I'm the CEO of the Compagnie des Alpes. You know the Compagnie des Alpes is a French group that operates Walibi Holland. So what was your first reaction when Marcia came to you and said, can I buy an RMC coaster? Oh, if I remember well, I did not hesitate a lot. And I say yes, of course, we had discussions between Francois and Marcia and the teams. But Marcia convinced us that it could be, it would be a very nice attraction. Looking at the park, you know, the park is, as a whole, is a very well-kept park, very well-maintained park, with very so many nice attractions. And we are encouraged, I am encouraged, to make Walibi Holland always more attractive, more catching, with very satisfied visitors, because you know it's very important for us, it's a key element, the guest satisfaction. Marcia, ik heb hier allemaal vragen op papier, maar ik ga je eigenlijk eerst de volgende vraag stellen. Hoe heb je vandaag ervaren? Ja, helemaal super. Ik vind het hele proces hierheen was een feest en vandaag is het helemaal geweldig. Ja, hij is inmiddels open. Hoe blij ben je met het proces, hoe het verlopen is? Van echt van A tot Z, van het moment dat je hem hebt gezien voor het eerst tot nu. Nou, ik had net ook al van dat wij plannen heel veel binnen Walibi, dus we werken veel vooruit. Maar hier was ineens iets aan de hand dat je denkt van het een grijpt in het andere. En voor je het weet zit je met RMC aan tafel om Robin Hood te refurbishen.
En dat is iets, dat was ineens, waren er allerlei mogelijkheden en momenten en dat gaan we dus doen. En dan moet je ook maar kijken, ja, beantwoordt het aan de verwachtingen of beter nog, want je wil gewoon dat het nog beter is dan wie dan ook verwacht. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat het echt mensen stralen gewoon. Mission accomplished. More than that, ja, yeah, absoluut. Over de baan zelf, heb je een favoriet element? Ik weet wat niet favoriet is voor mij. Oh, wat dan? Ja, het eindpunt, het station. Als het voorbij is, dan denk ik, shoot, ik wil nog een keer. Ja, de eerste mensen die komen er alweer uit en ik ga eens even wat reacties peilen. Eens kijken wat de mensen ervan vinden. Wat is je eerste reactie? Ja, super vet. Ja? Ja. Wat vond je het allerleukste? Ja, dat je naar beneden ging en op een gegeven moment leek het alsof je hoofd echt was heel klein of zo. Ja. Te gek. Een 10. Ik ga het gewoon zeggen. Instantly de beste achtbaan van Nederland en omstreken gewoon sowieso. Untamed mensen, untamed. Oh man, hij is zo goed man, dat is niet normaal man. Hij is zo lekker, vooral die laatste, die uphill barrel roll. Dat is zo genieten, maar ik durf er gewoon continu mijn handen niet. Want ik had op een gegeven moment dat ik dacht van ik doe dit, maar ik zal maar zo. Jongens, en die laatste roll man, die is zo goed, het is echt genieten. Wat vind je het tofste element? Ik dacht dat ik dat even uniek element heb. Die komt er, 270 graden, dubbel inverting, wacht, corner. De double inverting 270 degree corner stall. Stall, ja. Yeah. Ik was close. Ja. Dus, ik dacht dat ik dit ga vinden, maar die draai op het eind, die Evo Barrel, dat is hem. Ja, dit was toch wel de allerbeste, mooiste achtbaan die ik ooit heb gedaan. En ik heb er veel gedaan hoor. Cool. Wat vond je het leukste? Ja, gewoon als je meteen de start eigenlijk al en die eerste bocht, ja, denk je zo vet. En dat je elke keer loskomt, nou geweldig. Echt gek. Top. First reaction, go. Amazing, incredible. The pacing is perfect. That is superb, yes. It is comfortable. It's absolutely stunning. Yeah, cool. Absolutely. What's your favorite element in the entire ride? It's got to be the double inversion. Double inversion. It's just so good. It's just something else. I mean, what is that madness? Who thought of that? It's just crazy. Crazy. No, what a ride, honestly. Superb. You guys have done brilliant. Yeah, you're on well done. Well done. Cool. That is so good. Ja jongens, dit was hem dan. De allerlaatste aflevering van de Making of Untamed. Hij is inmiddels open, de mensen zijn erin geweest, de reacties zijn overweldigend. 9 maanden lang is er keihard gewerkt door de teams van RMC, door de teams van Walibi, door heel veel externe partijen, maar hij is gewoon open. Jullie kunnen erin. Laat hieronder in de comments achter wat jij van Untamed vindt nadat je erin gezeten hebt. En dan rest mij nog maar één ding en dat is voor de allerlaatste keer. Hoi hoi! Ik weet dat de making-of afgelopen is, maar misschien zijn jullie nog benieuwd naar hoe ik Untamed vind. Oké, hier gaan we first drop in Untamed! Oké, dit is bizar. Dit is echt bizar. Nog een keer.